voor ons, en DVS TV natuurlijk, Tim van den Berg. Tim, tussenjaartje gehad, naar je zin gehad bij Excelsior 31. Zeker, inderdaad, mooi jaar gehad. Leuke jongens, leuke club. Alles goed bevallen. Natuurlijk, kampioenschap helpt dan ook mee. Ja. Dus leuk jaar gaat zeker. Ja, zeker. Hey, en was het met twee vingers in de neus voor jou, omdat je natuurlijk wel toch een bepaald niveau gewend bent? Nou, voor de hele ploeg. We hebben natuurlijk zijn lang achtervolgd ook door Scherpenzeel. Een hele periode. Op een gegeven moment gingen we afstand nemen. Maar je merkt wel het verschil tussen vierde en derde divisie. Dat ja. Wel. Ja, ja. Hey, Roda Raalte zat ook bij jullie in, hè? Wat voor indruk had je van die ploeg? Want die speelt natuurlijk ook in die derde divisie. Zeker, Roda, goede ploeg. Ik moet zeggen, thuis bij ons hadden we een gemakkelijke wedstrijd. Alleen toen hebben we ook nog uitgespeeld en uit voor de beker ook nog. Twee keer lastig gehad. Ik denk goed voetballend ploeg. Ook lang meegespeeld voor het kampioenschap. De trainer van Excelsior is daar toevallig nu trainer. Dus ik ben benieuwd hoe ze zich gaan redden op dit niveau. Ja, Excelsior 31, is dat ook sterker geworden nu jij naar DVS bent gegaan? Ja, geen idee. Nee, dat wil ik niet zeggen. Die aanwinsten of die nieuwe jongens die ze hebben gehaald, geen idee. Voornamelijk volgens mij uit de vierde divisie ook. Ja, ik denk dat ze kaptein wel zullen missen. Kaptein is naar HSC 21 inderdaad. Dus ja. Die was ook afgelopen seizoen heel belangrijk. Dus ja, misschien valt het allemaal goed in elkaar. Geen idee of dat directe aanwinsten zijn. Was jij nou speler van het jaar geworden daar? Ook dat klopt. Ja? Zo. Nou, dat is mooi. Ja, zeker. Terwijl kaptein toch ook daarin speelde. Energiek ventje. Energiek ventje. Nou, we hadden nog een spits met Hemming die er veel maakte. Dus er waren veel, meerdere jongens die de prijs hadden kunnen pakken. Maar mooi dat ik hem heb kunnen krijgen. Het seizoen en de voorbereiding daarvan, die had je graag anders willen meemaken, denk ik, of niet? Van dit seizoen? Ja. Ja, zeker. Ik had het liefst vanaf het begin ervan aangehaakt. Helaas door wat pijntjes uit de afgelopen jaren dat niet kunnen doen. Ja. Maar we zijn op de goede weg. Dus. Beetje chronische pijntjes? Het is eigenlijk na de winter in de lease wat gekomen. Ja. En niet echt weggegaan. Wel de hele tijd mee doorgespeeld. Ja, je zit in die winning flow, je kan kampioen worden. Dan wordt dat misschien iets makkelijker. Ja. Uiteindelijk is dat misschien niet helemaal goed geweest, maar die keuze heb ik ook zelf gemaakt. Dus dat moet ik nu een beetje op de blaren zitten misschien. Ja, goed zo. We hebben aardig wat centrale verdedigers, hè? Dus dat wordt knokken, Tim. Ja, wordt zeker knokken. We hebben er vier in de eerste selectie met Joran, Sam en Basiel. Dat zijn alle drie goede spelers, dus het zal vechten worden voor je plekje. Ja, zeker. En daar wensen we je heel veel succes mee, Tim. Ja, gaat goed komen en bedankt. Ga ervoor. Oké. Okay.